tijdrit had Motet nog 11 seconden voorsprong op Marie. De eindzege was dus zo goed als verzekerd. De slotrit vanmiddag verliep rustig en veranderde niets meer aan de eindstand. Onze landgenoot Wim Arras won de pelotonspurt voor de Nederlander van Poppel. Dat is net andersom dan gisteren en de tweede ritzege voor Wim Arras.